Goedenavond, u kijkt naar een extrajournaal van Omroep Venlo op woensdag 23 oktober 2002. Venlo reageert geschokt en aangeslagen na de mishandeling op een parkeerplaats in Venlo-Zuid. Het 22-jarige slachtoffer is klinisch doodverklaard. Het zoveelste geval van zinloos geweld in ons land. Trieste gebeurtenis in Venlo. En inmiddels hebben we ook de informatie gekregen, net voor deze persconferentie, dat het slachtoffer klinisch dood is. Een gebeurtenis waar je als burgemeester diep door geraakt wordt, diep onder de indruk raakt. Je leeft mee met de familie van het slachtoffer die onzekere, zeer onzekere tijden doormaakt. Je hebt het gevoel van onmacht. Ik denk dat dat voor het meest overheerst. Onmacht, verbijstering, woede. Die gevoelens samen geven je een triest gevoel. Waarom gebeurt zoiets? Want dat zijn dan de vragen die je stelt. Waarom gebeurt zoiets? Waarom? Een duidelijk aangeslagen burgemeester opende vanmorgen de persconferentie met deze trieste mededeling. Gistermiddag rond 4 uur werd een 22-jarige Venlonaar zwaar mishandeld op de parkeerplaats van Jan Linders aan de Sinselveldstraat. Twee 18-jarige jongens uit Venlo werden kort na de gebeurtenis aangehouden in de supermarkt en ze zijn inmiddels in verzekering gesteld. Ik kan daar alleen maar in theoretische zin iets over zeggen. De inverzekeringstelling, zoals ik al meldde, kan 3 dagen duren. Een inbewaringstelling kan vervolgens 10 dagen duren. En dan bestaat er in theorie nog de mogelijkheid voor een zogenaamde gevangenhouding. En dat kan in eerste termijn voor 30 dagen en 2 keer verlengd worden met 30 dagen. We hebben net in de grote briefing daarover gezegd dat er 2 kinderen zijn die ook in Venlo zijn geboren, ook de Nederlandse nationaliteit hebben. En dat er 1 autochtoon is en 1 van een Marokkaanse afkomst. Bekend bij de politie? Daar ga ik niet op in. Naar wat tot op dit moment bekend is over de feitelijke toedracht, dat wij voor een eventuele telastenlegging primair uitgaan van doodslag en subsidiair van zware mishandeling de dode gevolgen hebben. Volgens getuigen sprak het slachtoffer de 2 jongens aan op een rijgedrag toen ze op 1 scooter rakelings voorbij een oudere vrouw reden. Woede, machteloosheid, verschillende woorden schoten door het hoofd van burgemeester Jan Schreijen. Je wordt overvallen door woede, door machteloosheid, onmacht. Dat soort gevoelens, tegenstrijdige gevoelens, verdriet. Die probeer je voor jezelf dan weer te kanaliseren en dan te kijken wat kunnen we ermee. En dan hoop ik dat we zo'n gebeurtenis waarvan elke burgemeester hoopt dat die nooit in zijn gemeente plaatsvindt. Wat kunnen we uit zo'n gebeurtenis halen om naar bezinning te komen? Want dat zou eigenlijk moeten gebeuren. We moeten met z'n allen in Nederland, in Europa, al over de wereld tot bezinning komen dat we dit soort zaken eigenlijk niet meer tegenkomen. En op de een of andere manier blijkt dat we niet in staat zijn om dit te voorkomen. Dat geeft dat onbevredigend gevoel, die onmacht. En we weten ook niet wat effectieve middelen zouden zijn, want dan hadden we die al lang toegepast. Dat maakt het zo moeilijk. Ja. Ja, politiemensen zijn ook onthutst en geschokt wat er heeft plaatsgevonden. En ook een gevoel van onmacht, van waarom vindt dit nou weer plaats? Nou, we zijn gisteren begonnen met 10 mensen. En vanochtend hebben we, omdat we gisteravond nog een extra oproep de deur uit hebben gedaan voor getuigen. Vanochtend hebben we het team uitgebreid, omdat we gewoon op zo snel mogelijk termijn alle getuigen willen horen. Om ook die ware toedracht ook voor ons in ieder geval in kaart te kunnen brengen. Hoeveel mensen zijn het nu ongeveer in totaal? 15 mensen met ook daar technische ondersteuning bij, omdat we ook met sporen bezig zijn. Tot nu toe hebben ongeveer 20 getuigen zich gemeld bij de politie. Uit deze verklaringen komen verschillende versies van de gebeurtenis naar boven. De politie wil pas met meer duidelijkheid naar buiten komen als er 1 duidelijk verhaal is over de feitelijke toedracht. Ook over het 22-jarige slachtoffer wordt momenteel niet meer informatie gegeven. Uit respect wil men eerst praten met de familie van het slachtoffer. De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie vindt het nog te vroeg om over straffen te praten.
Ook dat vind ik wat vroeg. Ik kan enkel zeggen dat de strafbedreiging zoals die in de wet staat bij doodslag 15 jaar is, maximum. En bij zware mishandeling de dood te gevolgen hebben 10 jaar. Een van de bouwvakkers die momenteel werkzaam is aan de Zuidsingel is getuige en vertelt zijn verhaal. Gistermiddag rond 4 uur, toen heb ik vanaf de steiger bij ons bij de bouw, heb ik gezien dus dat er, of eerst iets gehoord. En als je iets hoort, dan kijk je rond van hé, er is iets aan de hand. En toen, er waren twee jongens waren er aan het vechten. Zo leek het in eerste instantie gewoon dat ze echt ruzie hadden, maar slaande ruzie dan. Dus ze waren aan het vechten. En in die vechtpartij is er één jongen is er op de grond gevallen. En die andere is gewoon toch door blijven slaan op die jongen die op de grond lag. En die had er niet echt zin om mee op te houden. En er stonden mensen omheen. Die wisten ook helemaal niet wat ze moesten doen. Het was echt een verbijsterd moment van, ja, wat moet je ermee? Hoe kan dit gebeuren? Midden overdag, zomer op straat. Want niemand verwacht zoiets. En dan, ja goed, die jongen is blijven liggen. En de dader is naar zijn scooter gelopen, heeft een helm of zo gepakt of weggelegd. En is gewoon de supermarkt binnengelopen alsof je wou zeggen van, zo jongens, ik ben klaar en ik ga boodschappen doen. Maar zo was het dus eigenlijk niet. Het was niet zomaar even, ik ben klaar, want ja, je ziet wel fatale gevolgen. We hebben de daders gezien. Ik heb dus één dader gezien die dus echt daadwerkelijk geslagen heeft. Het schijnt dat ze voor die tijd nog met een helm geslagen hebben. Dat heb ik dus niet gezien. Omdat ik dus vanaf het moment dat ze aan het vechten waren, heb ik het gezien. Dus van die helm kan ik zelf niet bevestigen, maar andere ooggetuigen die hebben dat ook verteld. En die hebben het dus van dichterbij gezien. En ja, die dader die heb ik goed kunnen zien. En het was een donker getinde jongen met half lang zwarte haar, een beetje krullend. En het was een donker getinde. Uit de reacties in Venlo-Zuid kan men concluderen dat ook de bevolking erg is aangeslagen. Ja, vind ik afschuwelijk toen ik dat hoorde. Ja, daar ben je gewoon stil van dat zoiets gebeurt, ja. En dan al helemaal hier in de buurt? En dan helemaal hier. Ja, ik woon zelf in Tegelen, dus maar het is toch dicht in de buurt, zeker. Ja. Je schrokken? Ik schrok, ja. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Oh, dat is zeker een ernstige zaak. Maar ja, ze zullen toch een straf moeten zetten nu, hè? Ze mogen voor u een fikse straf krijgen? Oh, zeker. Daarvoor, als ze in een doos dan moeten ze levenslang van mij krijgen, hoor. Dat moeten we net doen, zo zeggen in Amerika, daar pakken ze ze goed aan, als ze ze krijgen. Ik vind het schandalig dat er zoiets gebeurt, joh. Geschrokken? Ja, best wel, joh. Verwacht ze niet, hè. Althans, niet in uw eigen omgeving? Nee, niet in mijn eigen omgeving, nee. Wat vindt u zelf dat met personen die dit doen moet gebeuren? Nou, ze worden gestroofd. Krijg je toch ook niks? Diep triest. Diep triest. Dat het hier gebeurt. Verwacht u niet? Nee. Nee. Je bent je leven dus niet meer veilig. Wat vindt u dat dan met zo'n mensen moet gebeuren die dat doen? Vind ik heel moeilijk om erover te oordelen. Want je kunt niet voor eigen rechter spelen, maar het is... Normaal is het altijd een beetje een ver van je bedshow, maar nu dus inderdaad toch gewoon hier om de hoek. Ja, inderdaad. Maar ik weet niet wat ik daar verder op moet zeggen. Ik merk dat u sprakeloos bent, ja. Sprakeloos eigenlijk, want ik heb net binnen gehoord, ja, dat hij dus eigenlijk, ja, dat hij dood was. Maar ik ben echt sprakeloos, ja. Nou, ik vind het erg. Ik vind het een straffen veel te lezen voor dit gijs. U wordt inderdaad al gesproken over straffen. Wat vindt u dat zo'n persoon of persoon moet krijgen voor zoiets? Ja, dat is een goede vraag. Als het even mijn zoer deilen, wist ik het wel. Als ik je moet zeggen, dan is het toch wel anders. Ik bedoel, dat is hier gebeurd. Ik weet het niet. Normaal gesproken, zinloos geweld gebeurt er vaker in Nederland, maar nu dus gewoon hier in Venlo. Ja, weet ik wel. Dat is natuurlijk uit de hand gelopen, dat begrijp ik ook wel. Maar het feit alleen dat ze van zo'n scooter afstappen en van zo'n simpele opmerking iemand in elkaar rammen. Ja, jongens, waar gaat dat naartoe? Ik weet het echt niet. Onvoorstelbaar. Het is inderdaad onvoorstelbaar, ja. Er zie geen mensen meer. En een hond duidt het nog niet. Hij bommen een keer, hij blaffen een keer en hij eet. Mensen moeten houden. Schandalig wat ze gedaan hebben. De ex-kinderen zijn geen woorden voor. Het gaat voor u gewoon te ver. Ja, en hier is het al dikwijls wat geweest, hoor. Maar ja. Ja, maar zoiets toch? Ja, daar machteloos er tegenover. Maar dit is gewoon verschrikkelijk. Wat moet er verder volgens u gebeuren nu?
Ja, ik heb er geen verstand van. Dan moeten de mensen van doen die in dat vak zitten. Wel straffen? Ja, natuurlijk. Het is misschien erg voor de ouders van die jongen, maar ik vind dit toch wel een beetje te ver, hoor. Schandalig, echt schandalig. En ik vind dat ze zo'n jongens ook flink hard aan moet pakken. En niet met een werkstraf, maar echt flink. Want ik vind het diep. Ik ben er gans vanavond geen diep treurig. Echt hoor. Wat is flink aanpakken voor u? Nou, niet even schepen met een werkstrafje van, wat zeggen we, 100 euro's. Nee, veel harder. Vastzetten. Laten vullen wat de jong gisteren hier ook gevuld heeft. Ik zie dat u heel kwaad bent. Nou, ik ben echt, ik vind het, ik durf nog niet meer. Ja, dat durf ze niet meer de mensen te helpen, want het is gewoon, ja, dat is gewoon schandalig. Dat meen ik echt. Ik stond er gans van te razelen. Normaal sta je er ook niet bij stil. Gebeurt niet hier in de buurt en nu in Venlo. Ja, ja, en dan ik vlak in de buurt. Hè. Kom ze dagelijks in de winkel. En ja, nee, ik snap het. Ik ken nog. Ik had er geen bloemen neergelegd, maar helaas, de bloemen zien op. Ik vind het echt diep, ja, diep treurig. Ja, dat is heel erg. Heel erg verschrikkelijk. Dat we dat niet kunnen voorkomen. Vindt u dat normaal dat zoiets hier gebeurt? Ja, tegenwoordig kijk je nergens meer van op natuurlijk. Dus dat vind ik. Maar ja, het is heel erg en het mag niet gebeuren, maar het gebeurt toch. Ja, moeten we de wet, ik weet het niet, wat we moeten doen. Machteloos. Ja, heel erg machteloos. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Ja, streng optreden zeg maar wel. Maar wat heb je eraan om jongens van 18, 20 jaar op te sluiten? Ik denk dat je moet beginnen met de opvoeding. Wim van Amerongen verwacht dat aan het einde van deze week meer bekend is. Nou, dat durf ik niet te zeggen, dat hangt er vanaf wat alle getuigen melden. Maar ik geloof wel dat we in ieder geval eind van de week wel de ware toedracht voor onszelf meer en meer helder moeten hebben. De 22-jarige Venlonaar werd gistermiddag met ernstig hoofdletsel in kritieke toestand met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. En daar werd hij vanmorgen klinisch doodverklaard. Vandaag werden de eerste bloemen op de parkeerplaats bij Jan Linders gelegd. Tot zover het journaal van woensdag 23 oktober 2002. Het aangekondigde programma De Weegwijzer over het reunieoptreden van de Vrijbuiters komt te vervallen en wordt op een later tijdstip uitgezonden. Voor nu bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en tot morgen.